Goedemorgen, het is maandag, tijd voor weer een nieuwe weekvlog. Het is 29 augustus en vandaag ben ik vrij. Ik heb het weekend gewerkt, dus dan heb ik er even lekker een dagje vrij op de maandag. Ik zie er echt mega verwilderd uit. Ik kom net het hele smeuïge slaapbed uit. Het is 11:15. Ik was al om, dat was het, 7:30 wakker, want Misha moet werken. Die is aan het werk, dus die moest er vroeg uit. En dan word ik altijd ook wakker natuurlijk. Even samen ontbijten en zo, dat is wel gezellig. Eigenlijk wat er voor mij op de planning staat, is niet zo heel veel. Vandaar dat ik ook lekker laat, uiteindelijk pas lekker bed uitkom. En nu er dus weer in lig. Wat ik eigenlijk wil doen, zijn een paar dingen. En dat is gewoon even een beetje opruimen. Altijd als ik op maandag vrij ben, dan probeer ik altijd een beetje het huis weer te organiseren. Dus de was even te doen, het bed verschonen, even het stofzuigen. Te dweilen. Nou, ik zeg altijd dweilen, maar wanneer is het laatste keer dat ik heb gedweld? Ik heb geen idee. Sorry. Het is inmiddels alweer 10:50 en ik heb even een beetje opgeruimd. Voor de rest is het ook echt een troep in het huis. Kijk, de was hangt hier allemaal en hier deze hele area, de stoel en dingen. Ik heb een heleboel groenten gesneden en een zoete aardappel, courgette, tomaat, paprika, wortel. En ik ga nu lekker een soepje maken. Ik heb hier ui en knoflook en een beetje olijfolie en dat ga ik eventjes fruiten. Ik had namelijk van de week een pastasaus gemaakt met allemaal groenten en zo. En met kokosmelk. En dat smaakte eigenlijk een beetje naar soep. En toen dacht ik, oh, ik heb echt nog zoveel groenten over. Ik ga lekker soep maken. Ik weet nog niet hoe het gaat smaken, want ik heb eigenlijk nooit gewoon random soep gemaakt. Dus ik heb groentebouillon en zo meteen wat water en zo. En dan ga ik soep maken met random groenten die ik heb. Ik hou jullie up to date of het lekker is of niet. We gaan het meemaken. Kijk, het is lekker allemaal aan het borrelen. Ik heb volgens de staafmixer uit het stof gepakt. Ik twijfel of ik het al kan gaan mixen. Of dat het al zomaar zacht genoeg is allemaal. Ik denk het wel. Ik ga even het vuur uitzetten. Ik denk het wel. Ik weet niet of het nou gaat splashen of niet. Of moet ik het in de blender doen, jongens? Ik denk dat ik het in de blender ga doen. Al ben ik toch ook een blender van aanmaken. Ja, lekker. Ze hebben een goed soepje gemaakt, jongens. Ik hou echt heel erg van zulke lekkere, dikke soepjes. Daar heb ik iets lichter van. Oh, het ruikt lekker. Ik wou dat jullie dit konden ruiken, jongens. Het is echt goeie. Oké. Dat was mijn. Nou, nu mag ik dus alweer de keuken gaan opruimen. Hallo jongens, het is woensdag. En vandaag is mijn ontbijt erg karig. Met dit, want we hebben helemaal niks. En ik heb een kopje thee. En ik heb lekker mijn badjas aan. Hele lekkere chill outfit. Het is bijna 9:30. Lekker een ochtendje in bed gelegen. Beter dan maandag. Toen lag ik nog steeds de komende 3-4 uur in bed. Vandaag ga ik het beter doen. Ik heb namelijk een paar dingen op de planning staan. Dat is namelijk weer een video opnemen met nieuwe vissen setje dingetjes dat ik heb binnengekregen. Om het aquarium een beetje schoon te kunnen maken. En ik dacht, misschien maak ik daar wel een video van. Dat is misschien wel leuk. Dat. En ik wil eigenlijk met mijn auto even door de wasserette even schoonmaken. Even scratch spullen uitproberen. Want ik heb een paar krassen erop zitten en ik wil mijn velgen een beetje schoonmaken. Dus dat ga ik doen. Maar dat doe ik denk ik pas later. En ik ga boodschappen doen, want het is echt een hele zielige boel in dit huishouden. Dus ik ga eerst droge crackers eten. Ik ga zo een video filmen, maar zoals je kunt zien is mijn haar echt vreselijk vet. Dus ik denk, ik ga gewoon zo'n hele strakke staart naar achter maken. Maar ja, dan ga ik dus even zo'n
tutorial zoeken hoe ik dat moet doen. Want ik krijg mijn haar nooit zo sleek strak erachter. En ik heb altijd van die plukjes en zo. Dus ik ga gewoon nu een tutorial zoeken. En die ga ik gewoon even volgen. Maar ik denk wel dat ik eerst mijn voorste plukjes even met droog shampoo moet doen. Dan. Oké, ik ga gewoon... Jongens, dit is de before. Ik denk dat dit de after is. Ik ga het even beter laten zien. Kan je het een beetje zien? Ik heb mijn haar trouwens gekruld. De staart zelf. Moet ik even afkoelen. Ja, dan ga ik zo even mijn make-up doen. Ik denk dat ik er ook iets meer op ga doen dan normaal. Omdat ik dat gewoon leuk vind. Oh ja, en de was opgehangen. En nu moet ik eerst wachten tot de wasmachine klaar is. Want ik heb er nog een tweede wasje in zitten. Want anders maak je tijdens het filmen te veel lawaai. En dan zie je, of dan hoor je mij niet meer praten. Dus dat is niet ideaal. Trouwens, had ik zelf haar erop gedaan. Dus vandaar dat mijn gezicht zo glimt. Maar misschien dat ik iets met eyeliner ga doen. Ja, Michel wil graag mijn... toilettas mee, waar ik normaal gesproken dus een make-up in heb zitten. Want hij gaat op vakantie en hij heeft geen toilettas. Hopelijk dat ik het nog een beetje kan. Ik doe eigenlijk nooit meer make-up op. Ik heb mijn wimpers laten liften een tijdje geleden. Is er al wel weer een beetje uit, denk ik. Nou, het zit er nog wel, maar het is niet meer zoals het was. Dus ik deed echt ook nooit meer mascara en zo op. En alleen een beetje highlighter en wenkbrauw gel. Maar nu dacht ik misschien een beetje gewoon bruine oogschaduw en een klein eyeliner. Ik weet niet of ik dat nog kan, überhaupt, of ik het nog kan. Jullie gaan het zien. Zo, opgemaakt en klaar om te filmen. Ik heb lekker even leuk lampjes aangedaan. Mijn benodigdheden liggen hier. En ik zal eens kijken of het maar gaat lukken, want ik heb nog nooit deze attributen gebruikt voor het schoonmaken van mijn aquarium. Dus we gaan het meemaken. Zo, ik ben klaar met filmen. Mijn aquarium is weer helemaal schoon. Daar word ik toch blij van. Kermit vond het ook weer zo leuk, hè. Mijn kikkertje. Ze zijn allemaal zo nieuwsgierig, dus ze gaan allemaal even kijken wat er dan allemaal gebeurt. Echt leuk. Maar nu moet ik dus wel een beetje weer de banner hier opruimen, kijk. Het is goor. Ik ga mijn camera even opladen. En ik even lekker een podcastje luisteren. En dan daarna denk ik boodschappen doen. Want ik heb echt honger. Maar we hebben gewoon echt niks in huis. Het is allemaal erg karig. Ik heb geen boodschap gedaan. Het is 6:15. Ik heb de hele middag op de bank gezeten. Ik heb een uurtje geslapen. Ik was al slaapgevallen. En over een kwartiertje. Oh nee, en ik heb geëdit. De video, aquarium schoonmaken video geëdit. Dus die is al af. Ja, dat heeft eigenlijk al mijn tijd in beslag genomen. Hoe dat ging hier zitten, ik denk om 1:30. Wauw, dan ben ik 4 uur of zo bezig geweest met het editen. Nee, 3 uur dus. Want ik heb 1 uur geslapen. That's pretty long. Oh, dus ik ben ook niet naar de autowasstraat geweest. Nou, niet dat dat per se haast had of iets, maar dat leek me gewoon leuk. Maar misschien wil ik dat wel met Michel doen. En ik heb dus geen boodschap gedaan, maar dat zei ik al. In ieder geval, Michel is hier voor 10 minuten ongeveer. En dan gaan we eten bij mijn moeder. Dus dat is ook weer gezellig. Even vloggen, jongens. Heb ik jullie eigenlijk al verteld dat ik een auto heb gekocht? Oeh, kijk hem. Zo, ik heb een bling. Oeh, dit is mijn auto, jongens. Ja, het dakje is nu half open. Nou, dat kan geen kwaad. Dat kan geen kwaad. Kijk of die spinnen nog zit, joh, wat gek. Oh, gadver, waarom begin je er nou weer over? Ja. Oh, hij is naar binnen gegaan. Niet. Oh, kijk hem. Kijk hem. Het is iets, hoor. Oh, even kijken of het een goed vlogautootje is. Waar kan ik hem kwijt? Haal dat mij alsjeblieft even buiten. Hier, dakje open. Hupsakee. Zo. Zo kun je zitten. Oh, zit zo in de eigen auto. Oh, dat is leuk. Nou, kom maar. Ding, ding, ding. Maar als mijn camera valt, moet je hem ook pakken. Oh ja. Ja. Je hebt nou meerdere... verantwoordelijkheden. Ja. Nou, we gingen naar de Lidl, hè? Oh ja. Oeh. Yeah, hij is nog. Ja. Dank u wel. Bedankt. Dat dacht ik al. Einde vlog. Zo, dan mieten we dit ding uit, joh. Oh, hier zo. Einde vlog. Ach, jongens, toch. We hebben eindelijk weer boodschappen in huis. Het was echt heel, heel zielig. Kijk, we hebben nou wel een goed gevulde koelkast. Ja, je ziet nou alleen maar bier staan. Dat is van Michel, die is namelijk een vriend buiten. Die gaan zo meteen hier nog even zitten. Want hij gaat morgen op vakantie. Kijk, tasje heeft hij ingepakt. Hij gaat met zijn vrienden naar Praag, dus dat is leuk.
Dat betekent dat ik ook lekker een weekendje alleen thuis ben. Alleen thuis klinkt ook zo recht gek, hè? Ik ben alleen thuis en mijn ouders zijn er niet. Maar goed, het is nu 9:15. Dus ik ga even lekker douchen. Even mijn vette haar wassen. Alle gel en haarlak uit mijn haar wassen. Wat ik vanmiddag er allemaal in heb gegooid. Kijk, ik denk trouwens dat als ik mijn haar nu loshaal, het blijft zitten. Mijn elastiekjes eruit. Maar mijn haar blijft zitten. Dat is toch ideaal, hè? Oh, dan heb ik haarpijn, weet je wel. Dan heb je je haar zo gehad en dan doe je weer terug. Dan doet het echt pijn als het weer naar beneden gaat. Nou, ik ben weer lekker op tijd. Het is, oh, het is alweer 8:30. Ik keek net op de klok, was het 8:00. Maar daarna ben ik even een beetje gaan schoonmaken. Want Michel is net weggegaan. Die is nu onderweg naar Praag. Dus dat is helemaal leuk voor hem. Maar goed, ik heb dus even de was weer opgevouwen. En de tafel even een beetje leeg gemaakt. Want weet je, nu dat ik het schoonmaak, is er toch niemand anders meer die het vies kan maken. Behalve ikzelf. Tuurlijk gaat iemand dan rotzooi maken terwijl de andere net had opgeruimd. En dat is vervelend. Dus nu denk ik, hij is weg. Ik ga gewoon gelijk met je opruimen. Dus de enige die het troep kan maken ben ik zelf. Het is 2:50. Ik moet over een uur op mijn werk zijn. Ik dacht alleen van, oh mijn god, ik heb avonddienst. Maar wat moet ik eten? We hadden geen brood in huis, want dat had ik niet gehaald. Ik dacht, ja, ik ga wel even langs de bakker. En toen was ik op mijn TikTok Reels. Nee, ik heb geen TikTok. Op Instagram Reels zo aan het scrollen. Leefloos, echt. Kill me, waarom doe ik dat zo vaak? En toen zag ik dus een soort van mac and cheese recept. En toen dacht ik, oh, kan ik dat niet maken? Want ik kan nog parmezaanse kaas. En ik kan nog kokosmelk en melk en boter en allemaal kruiden. Ik denk, weet je wat? Ik ga gewoon proberen een soort van kaassausje te maken voor op pasta. Want ik heb meestal nog wel een restje pasta aan huis. Dus dat heb ik gemaakt. Het ziet er denk ik niet zo heel lekker uit. Het is gewoon dezelfde kleur als de pasta. Maar ik heb net een beetje gegeten. Het is wel erg kazig. Want ik had alleen maar parmezaanse kaas in huis. En niet andere soorten kaas om erbij te doen. But I gotta say, pretty good. Zo, ik heb mezelf even snel opgefrist. Even een normale outfit aan. En ik ga werken. Dus ik moet even denken. Een lichte parfum. Eerst deed ik deze altijd op als ik ging sporten. Het is gewoon zo'n lekkere, niet te zoete parfum. Ik denk dat ik vast ga afwassen. Dan ruim ik het wel vanavond op als ik thuis kom. Dan hoef ik het vanavond ook niet meer af te drogen. Dat is slim, hè? Dat dacht ik al. I'm off to work. Alles lekker in mijn tassie. Bye! Het is 10:50. Ik ben helemaal glowy gedoucht. Skincare gedaan. Ik ga lekker pitten. En ik heb dus ja gezegd om morgen vroeg Bas naar zijn werk te brengen in mijn mini. Good morning. Ik heb echt een heel lekker chill ochtendje gehad. Het is 7:55. Dus ik ga ze ook naar buiten. Bas dus wegbrengen. Ik heb dus ja gezegd uiteindelijk. Kijk, dan ben ik er toch maar uit. Dan kan ik daarna lekker boodschappen doen en whatever. Ik heb lekker thee gezet. Dat ik gisteren al klaargezet. En ik ben even gaan lezen. Ik heb nog steeds niet op mijn telefoon geappt of weet ik het wat. Want normaal gesproken als ik wakker word ga ik echt direct mijn telefoon op. En Snapchat openen en Instagram. En dat wil ik een beetje afleren. Dus ik had wel mijn wekker op mijn telefoon. Die heb ik uitgezet. En ben ik er eigenlijk ook best wel snel uit bed gegaan. Want normaal gesproken blijf ik nog even liggen op je telefoon scrollen en weet ik veel wat. Maar dan ging ik er gelijk uit. Kopje thee gezet. Boekje gelezen. Heel chill. En dan ga ik naar buiten. Plastic. Die hele zak moet ook mee, want het wordt vandaag opgehaald. Normaal gesproken haalt Michel plastic weg. Maar nu moet ik het doen, want hij is er niet. Zo jongens, ze zit in de auto, hè. Het moet. Oh ja, zie. Dat gaat dus niet goed. Ik vind zo even een beter plekje, jongens. Dit wordt er niet. Jongens, ik zit bij de wasstraat. Ik ga lekker even mijn autootje wassen voor het eerst. Kan ik jullie misschien zo neerzetten? Is dat misschien leuk? Thank you.
Oh. Nou jongens, een heerlijk schoon autootje. Dat wil je zien. Ook een beetje door de andere kant kunnen rijden. Oh. Nou, dan gaan we weer. Glansspray opgedroogd. Ja, die redden we nog. Oh jongens, wat heerlijk. Dakje weer schoon. Nou, dan is het toch nog een goed uitje geweest dat ik Bas naar de ding heb gebracht. Het is 9:30. Het is de eerste keer dat ik hem heb gewassen, jongens. Ik vond het wel leuk. Nou, hoeveel tijd was ik nou kwijt? Hier, 10 minuten, nog niet eens. Hoeveel had ik erin gegooid? Iets van 4 euro of zo? Nou, dat valt toch ook wel mee? Vind ik wel. Lekker scheuren met dat beestje. Nou, helemaal blij. Nu ga ik boodschappen doen, maar gelijk denk ik heb ik het ook weer gehad. Misschien ga ik dan vast koken voor vanavond. Nee, ik ga eerst gewoon trouwens ontbijten. Wat zeg ik? Ik heb echt fucking veel honger. En er komt een H&M pakketje binnen. Daar heb ik ook zin in. Hele wereld reis verder. Ik ben naar de blokker gegaan, naar de kruidvat gegaan, naar de bakker gegaan. En toen was ik mijn camera vergeten in de auto. Dus ik kwam boven en dacht ik, oh, camera vergeten. Ik ben naar beneden, naar de parkeerplaats, naar de auto, weer naar boven. Bah. Maar nu zijn we hier. Ik wou nou ook even laten zien wat ik had gekocht. Wat ik vind. Kijk, schoon aanrecht, leuk. Kijk hoe rommelig en smeuig het er zo uitziet. Nou, het ziet er helemaal niet smeuig uit, maar rommelig met al die kleuren en dingen. Dus ik dacht, ik koop dit. In plaats van dat. Ik weet niet of het past eigenlijk. En ik dacht, eigenlijk wil ik er twee. Eén dan voor de zeep. En de ander voor de dreft. Maar ik denk, ik probeer eerst maar even de zeep uit. Want één zo'n flaconnetje is gewoon 7,50. Nou, sorry, maar ik vind dat echt best wel duur. En die dreft en dingen, dan doe ik gewoon onderin het kastje of zo. Want die pak je toch niet de hele tijd. Dat is dan toch een stuk cleaner. Ja, dat dacht ik ook. Nou, dan heb ik nog lekker wat broodjes gehaald. En eierkoeken. En een drinkfles. Waar je dingen in kan doen. En ik heb maar 1,50 euro betaald. Niet 2 euro. Dus dat is een goede deal. Zo, boodschapshoplog. Haha. Unboxing. Oké, dan. Omdat je het zo lief vraagt. Ik heb trouwens al heel lang niet meer bij de H&M besteld. En ik zie dus nu dat ze dus alles in karton hebben. En gerecycled plastic. Dat is nieuw. Dat ken ik helemaal niet. Vorige keer was alles gewoon bij mij nog in plastic. Maar ik had ik echt lang niet meer besteld. Even kijken hoor. Kijk dit broekje. Kapot leuk. Die ga ik zo gelijk even passen. Een truitje. Hij lijkt al op wat ik heb. Maar het was volgens mij maar 5 euro. En ik denk, ik moet gewoon even passen. Ja, het is echt precies hetzelfde als wat ik al heb. Maar dan heb ik een roze. En ik heb ook een lichtige beige-achtige kleur besteld. Maar ik weet, ja, even kijken hoe het staat zo hoor. In principe is het allebei gewoon hetzelfde. Same. Kan je mij nog zien ook? Dan twee BH's. Ik weet niet of ik ze pas. Moet ik zo maar even passen. En wat is dit? Oh ja, nog een trui. Ik was helemaal in de truien. Ik weet niet waarom. Volgens mij was deze ook in de sale misschien. Ik had gewoon weer zin in truien, denk ik. Ik had het koud misschien. Een truitje. Niet heel bijzonder. Het is allemaal niet echt heel bijzonder. Een beetje basic allemaal. En deze broek, ik zocht namelijk een nieuwe lichte broek, want mijn mom jeans is een beetje uitgelubberd, merkte ik. Nou, die ga ik als eerste even passen. Even kijken hoor, even uitbeeld. Ja, ik bedoel, er kan eigenlijk niet zoveel fout gaan, het is gewoon een broek. Het is echt gewoon een hele normale broek. Even kijken hoe duur die was. Volgens mij was dit echt maar 8 euro. Zonder gaten of dingen. Nice. Kijk, dit is toch best leuk. Trui. De BH's zijn trouwens te klein. Ik dacht, ik had mijn dames wat kleiner ingeschat. Blijkt dus niet zo te zijn. Ik vind de broek ook best wel leuk. Hij is simpel, maar ook wel een keer leuk. Gewoon niks op de broek te hebben. Normaal heb ik wel eens een scheurtje hier en daar of zo. En dit topje vind ik ook leuk. Jongens, ik vind het lastig. Ik heb nu deze twee truien. Dus één in het roze die ik nu aan heb. Dan nog deze in het beige. En die in het beige wilde ik sowieso. Ik denk, doe ik die roze terug. Maar nu ik die roze aan heb, denk ik, dit zijn gewoon echt van die hele chille, lekkere truien, weet je wel. Dus misschien moet ik ze allebei maar doen. Want ze waren maar
5 euro per stuk. Ik weet het niet. Ik denk dat ik ze allebei hou. Want ik vind het gewoon leuk. Ik ga nog even het broekje passen. Zo, dit is het broekje. En het is best wel chill, want hier zit dus ook nog een vakje in voor eventueel telefoon. Dat is niet zo heel stevig of zo. Maar het enige is, ik heb nu wel echt een zwarte onderbroek aan. En dat zie je. Ik weet niet of jullie het ook zien, maar kijk. Je ziet het gewoon zitten. Maar ja, ik heb nu gewoon een zwarte onderbroek aan. Als je er gewoon een huidskleur onderbroek eronder aan doet. Want het is wel chill, zo'n los broekje met zo'n strakke eronder. Hoe duur was dit? 8 euro of zo. Oh, ja, je schijnt wel echt heel erg door. Ik denk dat ik deze ook terugstuur.